Stop. All stop for reset. Het zoek- en redteam van Salt Lake City oefent een ingewikkelde reddingsoperatie. En die training is hard nodig. Because of COVID, we had a lot of cases last year where people would come up to even a small trail like this unprepared. Met onhandige kleding en op slippers een rotsachtige helling beklimmen, dat zien ze hier elke dag. Deze jongens nemen ook behoorlijke risico's, al vinden ze dat zelf wel meevallen. It was a little tricky, but nothing we couldn't handle. We went on a 7-mile hike the other day, pretty long. It's all uphill too. And there was one person who brought one bottle of water. Not enough. Het aantal reddingsacties is met 50% gestegen. Met name mensen die de lockdown wilden ontvluchten en al Instagrammend tot de conclusie kwamen. I'm lost. Of nog erger, ze waren gewond en in nood. Help! Help! En dan kan het dagen duren voordat reddingswerkers de wandelaar bereiken. Het gaat snel mis hier in de bergen. Tijdens de training word ik ingezet als toerist die gered moet worden. Okay, how am I doing? Great. I got like the worst shoes for rock climbing. Yeah. Hopen dat het goed gaat. Want de reddingswerkers vertellen me dat ze ook steeds meer lichamen bergen. En daarbij vallen mijn zenuwen natuurlijk in het niet. Well, we had 3 body recoveries in the last week, I think. In the last week? Yeah. Deze vrijwilligers zijn door al die extra inzet gestrest en overwerkt. Kijk, ze willen niemand ontmoedigen om de natuur in te gaan. Maar alsjeblieft, kom beter voorbereid. Erik Mouta, RTL Nieuws in Salt Lake City.